Goedemorgen, dit is het Weerginan van Weerplaza.nl. Een warmtefront trekt vandaag over ons land en wordt vanavond direct weer gevolgd door een koufront. Dat zorgt voor veel bewolking en van tijd tot tijd ook regen, met name vanochtend en vanmiddag. Vanochtend temperaturen 9 of 10 graden met een matige tot een vrij krachtige wind uit het zuiden. En vanmiddag verandert er aan die wind vrij weinig, maar loopt de temperatuur op veel plaatsen nog een graadje verder op, zodat we overal in de dubbele cijfers terechtkomen. Het blijft bewolkt, maar uiteindelijk wordt het vanavond vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. In het, in het oosten duurt het tot middernacht en de temperatuur die daalt uiteindelijk naar zo'n 9 of 10 graden. Morgen, dan schijnt af en toe de zon en zijn er ook opklaringen. Een flink droge periode. Lokaal valt nog wel een enkele bui, met name in de middag, maar het blijft aan de zachte kant met 10 of 11 graden. Er staat iets minder wind dan vandaag, maar aan zee blijft de wind nog vrij krachtig. In het weekend is het weer grijs en vaak nat en met name op zondag valt veel regen. De temperatuur blijft hoog met op zondag zelfs lokaal 13 of misschien zelfs 14 graden, dat zou recordwarmte kunnen betekenen. Na het weekend is er weer af en toe zon, maar het blijft wisselvallig. Ik ben Wilfried Janssen van weerplaza.nl.